Hoe kijkt HVB-voorzitter Raymond Sapoen, die eens de kroonprins was van de Pertjel Luhur, presidentskandidaat was namens de Pertjel Luhur, naar de overstap van de jonge parlementariër William Waidu uit het reisdistrict Nikeri en wel een overstap naar de coalitie? Want Waidu die heeft vandaag in klare taal aangegeven de coalitie te willen ondersteunen vanaf vandaag. Sapoen die reageerde als volgt hierop. Nou, in politiek is deze stap eigenlijk al lang verwachtbaar. Hè? Voor degenen die de politiek volgen en de bewegingen van politici. Die weten dus dat het een kwestie van tijd is geweest. Maar ja, dat is niet mijn pakje aan. Ik denk dus dat het iets is tussen de heer Waidu zelf en zijn partij. En hij heeft duidelijk aangegeven dus dat hij zich gaat aansluiten bij de NDP-fractie. Dus dat is iets wat jij als collega politicus moet respecteren. En ik hoop alleen maar, dat ik heb zelf gezegd, dat hij op zijn pad naar de verkiezingen veel succes heeft en veel wijsheid krijgt. Maar was hij ook welkom bij de HVB? Nou, laat me zeggen hoor, ik heb me persoonlijk niet zoveel ingespannen om hem te overtuigen voor onze missie. En ik heb dat bewust niet gedaan omdat hij al heel lang in zijn confrontatie met de pers had laten doorschemeren dat partijen met hem bezig zijn, dan partij A, B, C, D en hij heeft ook onze naam genoemd als partij. En dat is niet zo geweest, omdat we uiteindelijk weten met wie je moet dealen en uiteindelijk moet het gaan om personen die een zekere politieke toegevoegde waarden zouden moeten hebben binnen de organisatie. En dus eerlijk, ik heb me persoonlijk nooit ingespannen en hij heeft dus ook duidelijk aangegeven dus dat hij bang was, zeg maar, voor al de dingen die kunnen gebeuren wanneer je zo'n stap verzet. En we hebben natuurlijk geprobeerd in het begin hem uit te leggen wat onze achtergrond is, waarom we onze missie hebben uitgezet. Het gaat niet om Boutersen, het gaat nog minder om Somoharjo, maar het gaat om de hervorming die je wil plegen waarmee je bent begonnen in de organisatie. Niet iets van 2017 of 18, maar iets eerder dan 15. Het is ons niet gelukt. We hebben dus, vooral toen die deuren werden gesloten voor ons, zijn we onze eigen weg opgegaan in goed vertrouwen, met volle overtuiging. Hij was daar nog niet van overtuigd en hij wilde nog de kat uit de boom kijken. Dus daarna hebben we dus niet echt meer ons met hem bezig gehouden. En de periode welke hij nu gekozen heeft om de andere kant te ondersteunen, is dat de juiste? Nou, het hangt er helemaal van af. Hè. Ik weet niet welke afspraken ze hebben gemaakt. Dus nogmaals, het is op het bord van de heer Waidu zelf en de NDP. Jij kiest zelf uit welk momentum jij het best vindt om de overstap te doen naar een andere politieke partij. En bij ons is het in ieder geval klaar en duidelijk. We hebben al was dat de verwachting bij velen. We hebben nooit gezegd dat wij opgaan binnen een of andere partij. Niet binnen paars, niet binnen oranje, niet binnen geel. We hebben wel een partnership, een coalitieverband met de NDP en de BEP. Maar betekent niet dat jij dus deel uitmaakt van de NDP. Dat is iets waarvan wij heel in het begin die afspraak hebben gemaakt. Wij gaan onze missie voortzetten. Hetgeen niet betekent dus dat jij, net als bijvoorbeeld meneer Mustaja, nu meneer Waidu. Dat is niet die stap die we willen maken. Zij hebben er wel voor gekozen om zo'n stap te maken. En dat moet je respecteren. Tijdens jaar en dag, zei dat u de overstap hebt gemaakt, heer, wordt er gezegd dat jullie omgekocht zijn geworden. Ten eerste, zijn jullie toen daadwerkelijk omgekocht geworden? En is dat ook het geval bij de heer Waidu? Laat me niet praten voor de heer Waidu. En u weet, wanneer het in de politieke arena gaat om, laat me zeggen, inspanningen van personen of partijen, bewegingen van personen of partijen, de tegenpartij hangt er helemaal van af wie het goed uitkomt, dan vaak het woord verraad en overloop en goud en juwelen en miljoenen in de mond nemen om die stemming te maken.
En eigenlijk zou ik je zeggen, als je me deze vraag zou stellen, zou ik je eigenlijk moeten wegjagen. Dat zeg ik iedereen. Omdat het eigenlijk een oneerbare vraag is. Omdat je eigenlijk probeert te vertolken wat soms leeft en wordt gevoed door politici. Wij hebben vanaf het begin gezegd, en u merkt dat ook aan onze standpuntbepaling, wij hebben een partnership met de NDP. We zijn niet de coalitie gaan ondersteunen omdat we zo veel van Bouterse houden of helemaal niet van Somaharje houden. We hebben het gedaan op basis van onze verantwoordelijkheid als hervormers binnen PL toen. Die bepaalde afspraken hadden gemaakt met de heer Somaharje ten aanzien van coalitievorming. Dat we ondanks de uitslag, we moeten proberen er het beste uit te halen. Ondanks de uitslag, we moeten bewijzen aan de mensen dat wij het waard zijn om in de coalitie een bijdrage te leveren. En op basis van onze identiteit. Dat is wat we hebben gezegd en dat is waarvoor we zijn gegaan. En je hebt gemerkt dus dat heel in het begin veel op ons is gespuugd. Er is beledigd, er zijn zoveel harde woorden gevallen. En zelfs in de persoonlijke sfeer, privé sfeer, eigenlijk tot nu zelfs op vergaderingen merk ik, wordt er ingegaan op onze stap. En terwijl wij vanaf het begin aan onze HVB'ers hebben gezegd, luister jongens, als wij de mens willen bewijzen dat we anders zijn en dat we vernieuwers en hervormers willen zijn, moeten wij niet dat pad op. Laat Somaharjo en zijn zoon en zijn vrouw en zijn weet ik wie met rust, laten ze hun dingen doen. Wij gaan op het podium ons verhaal te vertellen. En de tijd zal de wonden helen. Terwijl ze maar bezig waren uit te schelden. We hebben rustig onze infomeetings gehad tot afgelopen zaterdag nog. 4 jaar rustig door tot afgelopen zaterdag op Sofia's Lust. En we hebben een heel traject uitgestippeld. We hebben een heel rapport eigenlijk opgemaakt vanaf 2014. Hoe we die hervorming op basis van welke punten we als een nieuwe partij willen doorstoten. En dat is niet iets dat uit de lucht is komen vallen. Omdat dat iets is dat vaak vele mensen denken. Het is een snelle keus geweest. Het is een proces geweest van 2014. Vanaf het moment dat de PL uit de coalitie is getrapt tot heden. En nu jullie al lang de rit zijn. Heeft u er enig moment spijt van dat jullie de coalitie zijn gaan ondersteunen? Nou, nee, je moet van stappen die je onderneemt nooit spijt hebben, zeg ik altijd. Je moet ervan leren, zodat je er sterker van wordt. Het is inderdaad niet een makkelijke situatie om mede verantwoordelijkheid te hebben in een coalitie. Vooral niet in een tijd van crisis. En je weet het, in tijden van crisis zijn die coalitiepartijen nooit de populaire partijen, omdat je dan echte harde maatregelen zal moeten doorvoeren. Het andere punt is van het verhaal dat jij wel ervoor moet zorgen dat terwijl we van het volk vragen om pas op de plaats te maken, om onze levensstandaard te gaan aanpassen aan wat we werkelijk verdienen, dat jij als regeerder het goede voorbeeld moet geven en onder alle omstandigheden je echt vasthoudt aan die regels die te maken hebben met een goed financieel beheer. Omdat het uiteindelijk een belangrijk punt is. We hebben te weinig geld voor zoveel dingen die we willen moeten doen. En belangrijk is dus dat je dan prioriteiten stelt. En daarmee heb ik soms veel moeite. Omdat je weet, de middelen zijn beperkt. Je kunt niet altijd alles doen. Alles is goed, maar je kunt niet alles tegelijk doen. Je moet prioriteiten stellen binnen een bepaald budget, binnen een bepaalde periode. En we slagen daar heel moeilijk in. En tegelijkertijd word je geplaagd door een aantal schandalen. Laatst ook, of recent nog, die van de SPSB. Waar we nog moeten proberen uit te komen. Zodat je een systeem krijgt dat vertrouwen geeft aan het publiek. En dat is wel iets dat mij zorgen baart. En er is nu een hele discussie in de gemeenschap rond de reshuffling van een paar ministers. En ook de HVB-minister van Binnenlandse Zaken, de heer Mike Noorsalim, zijn naam wordt genoemd, dat hij ook mogelijk gereshuffeld zal worden. Wat zegt u hierop? Nou, dus de naam van Noorsalim is vanaf die eerste reshuffling, 2 jaar na 2015, vaker genoemd. Tweede reshuffling, derde reshuffling, volgens mij is het de vierde, ik weet niet of het de laatste zal zijn.
wordt zijn naam steeds weer genoemd. En we gaan er heel koeltjes mee om. Omdat ik wel degene zal zijn die als eerste op de hoogte zal worden gesteld wanneer dat eigenlijk het voornemen is. En vooral om te vernemen wat de grondslag daarvan is, toch? Omdat wij wel één afspraak hebben gemaakt. Dat geldt voor alle HVB'ers, ongeacht in welke structuur, kernlid, directeur, onderdirecteur, assemblee, minister. Wij moeten het voorbeeld geven. Het publiek heeft heel weinig geloof in de politiek. Geloof in politici en betekent dus dat je in de eerste plaats je handen, je vingers ver moet afhouden van staatsmiddelen. Ga niet in die corruptieve sfeer, daarvoor hebben we niet gestemd, daarvoor zijn we niet de politiek ingegaan, daarvoor zijn we niet in de coalitie gegaan. En wanneer je let op de HVB'ers, denk ik dat wanneer je praat over de minister specifiek, dus dat hij op geen enkele manier, hij doet zijn werk goed op basis van die beperkte middelen. Ik heb tot op dit moment geen enkel minpunt kunnen constateren dat hij dus zijn werk verzaakt. En als het daarom gaat, dan denk ik dat er geen enkel motief is om hem te reshuffelen. Enkele dagen terug heeft de politie criminelen aangehouden en in verzekering gesteld voor een gewapende diefstal in een winkelzaak. Via social media zijn camerabeelden verspreid van drie criminelen die een gewapende diefstal plegen in een winkelzaak. Op de camerabeelden is te zien hoe een van de criminelen de winkelierster bedreigt met een scherp voorwerp en haar ook nog een wurggreep houdt. Voortzet onder andere de kassa wordt leeggehaald. Twee van de criminelen zijn inmiddels door de politie in de kracht gevat en opgesloten hangende het strafrechtelijk onderzoek. Het gaat in deze om die crimineel die de winkelierster bedreigde en in een wurggreep hield en zijn compaan die een groene jacket aan had. Deze criminelen hadden de camerabeelden ook via de social media gezien, wat aanleiding voor hun was om hun uiterlijk enigszins te veranderen. Ondanks dat wist de politie te achterhalen en aan te houden. De derde crimineel is nog voortvluchtig.